Hallo kijkers, wij zijn in Wildervank en we gaan naar boer Laarman. Want hij laat de koeien de weiland in en dat kon wel eens heel leuk worden. Ga je mee? Hallo Bertha, is dat een grote dag voor jou? Ja, nee. Dirk, voor mij valt hier nou wel thuis op dit moment, nee? Ja, zeker. Ja. Ik heb zo'n boerderij, zeker. Ik heb zelf geen koeien, maar ik heb er wel wat meer. Vind ik ja. En hij is nooit koeien net, of? Nee. Mijn opa vroeg wel en mijn pa een beetje, maar ik nooit meer. Maar, wat kan onze kijkers vertellen over deze koeien? Want ik heb er helemaal geen verstaan van. Nou ja, het zal maar, dat ben vrij jaar in bonden, zeg maar. Ja, wat ik veel koeien ben. Ja, ik weet nou echt maar. Ik heb geen verstaan van koeien. Maar ik word wel als hoplieder ben straks. Ja, denk ik ook wel. Ja, en doe ook. Ja, dat zie ik wel. Dat is het mooiste wat er is. Okay. Ze worden stoppelgek als ze erop gaan. Ja, nou ja, dat zit nou op de weg. Niet, ja. Ja, mooi hè. En ja, bedankt hè. Kloor hè. Zo gaan de dames het weiland in. Ja. En hoeveel dames kunnen we verwachten? Nou, we praten over ongeveer 70 à 75 van die dames. En die gaan dan het land in. Het land in. En blijven ze er ook de hele avond, nacht buiten of gaan ze met de avonduren weer naar binnen toe? Ze gaan rond 5 uur gaan ze naar binnen toe. Dan worden ze in de robot gemolken de hele nacht. En dan 's ochtends om 8 uur dan gaan ze weer naar buiten toe. Zodat ze wel steeds worden gemolken. En dan blijven het af en toe een paar seconden naar binnen en naar buiten. Dan mogen ze zelf weten, alleen 's nachts zijn ze allemaal sowieso binnen. Oké, dus wat verwacht je straks wat er gaat gebeuren? Ja, ik hoop dat ze hier gaan dansen en dat ze niet hierheen komen. Oké, nou ja, dan zien we straks wel eigenlijk staan. Ja, oh, denk om de bocht. Ja, denk aan dat.